ASMR video. Super gezellig dat je er weer bent. Super leuk dat je weer kijkt. Ja, ik ben er eigenlijk al mee begonnen, maar in deze video leek het me leuk om gewoon lekker een beetje face brushing te doen terwijl ik met jou aan het kletsen ben over van alles en nog wat, denk ik. Ik liep zo door de kamer en ik dacht, wat is nou een leuke trigger? Waar kunnen we nou iets mee doen? En toen dacht ik, ja, het is ook gewoon lekker om een keertje oldschool, zoals we heel vaak doen, gewoon een beetje te kletsen en gewoon lekker een beetje te facebrushen. Een soort van personal attention eigenlijk. Ik weet dat ik het zelf altijd wel fijn vind om naar te kijken. Dus beeld je lekker in alsof ik heel voorzichtig met deze facebrush, met deze zachte, want dat is hij ook, hij is heel zacht, met deze zachte poederkwast heel zachtjes over je gezicht gaan en daarmee lekker alle stress wegvegen. Hier is trouwens echt iets heel grappigs. Ik dacht echt, dat moet ik echt gelijk vertellen. Ik heb van die geluidspanels gekocht, weet je, van die foam dingen, om wat de akoestiek hier in deze kamer te verbeteren. Want kijk, met fluisteren dan heb je niet echt heel veel reflecties, maar als ik echt tapping sounds ga maken, dan heb ik het idee dat je al best wel snel hoort dat het dus een beetje echoot. Wat niet zo heel fijn is voor ASMR. Dus ik had een paar van die panels. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik die nou bevestigen? Dus ben ik naar de Action gegaan. Daar heb ik daar van die glitterband dingetjes gekocht. Dat dan plak ik dat op de muur. En op die dingen. En dan plak ik het zo vast. Nou ja, dus ik was helemaal zo trots op mezelf dat ik het even snel zo geregeld had. Weet je, ik had ook in alle haast, had ik niet echt dingen opgemeten en dat soort dingen. En alles gecheckt. Of het waterpas was. Dus ook dacht ik, heb die dingen gewoon hup erop. En weer verder. En ik dacht ook echt van, Thijs, je bent echt een doener, wat goed. En toen was ik een video aan het opnemen en opeens donderde een van zo'n ding eraf. Ik denk, nou oké, laat maar waaien eventjes. En nou ja, 2 minuten later viel die andere eraf. En toen later kwam die, ik had er ook een aan het plafond gedaan, kwam die ook los. Nou ja, toen ben ik maar gestopt en toen heb ik al die dingen eraf gehaald. Het plakband er natuurlijk afgetrokken. Ja, dus achteraf was het niet zo heel slim wat ik heb gedaan. Ik had eigenlijk beter. Want het ding was, die plakbandjes, die blijven dus wel aan de muur zitten, maar niet aan die foam dingen. Dus ik denk eigenlijk dat ik wat lijm op die dingetjes moet doen en dat dan op de foam dingen en het dan wel gewoon kan bevestigen. Want ik merkte wel echt meteen, toen ik zo in mijn handen klapte, dat er echt al minder was. Ik ben dus eerst door de kamer gegaan, zo klappend om te luisteren. Waar de meeste echo vandaan kwam, dat is wel in die hoek en in die hoek bij de deur, tussen de kast en de deur. Dus daar ga ik er 2 ophangen. Maar ik dacht echt wel gelijk van wow, dit maakt echt zo'n groot verschil dat ik gelijk eigenlijk nog een paar van die dingen wilde halen. Maar ze waren toevallig net heel erg in de aanbieding, want ik weet nog, een paar maanden terug waren ze heel duur. En toen stond ik op het punt dat ik, nee Thijs, je gaat het gewoon niet doen. Dat is gewoon te duur. Je kan natuurlijk wel heel veel van die dingen kopen op Action of op Amazon. Alleen het ding daarmee is dat die niet goed zijn. Deze waren van Bax en die hadden best wel goede reviews. Maar heel vaak als je van die goedkope koopt, dan ja, die zijn zo dun en zo zit zoveel niks in de lucht. Dat ze eigenlijk niks tegenhouden. Als zo'n, hoe noem je dat, zo'n beauty influencer, zo dat handje ervoor houden. Kijk, dan werkt het wel. Het is een beetje een gouden logo. Hij is wel lekker zacht, hè. Maar goed, dat was dus mijn storytime.
zijn ze heel veel video's. Maar nu vraag je je misschien af, is dat nou een opwelling dat Thijs nu opeens weer video's maakt en stopt hij er over 3 dagen weer mee? En het antwoord is nee. Nee. Het is niet echt een opwelling. Ik werk nu iets korter. Ik werk nu 3 dagen, omdat... hier ga ik nog wel een keer over praten in een video. Maar ik had gewoon... hoe zeg je dat? Te weinig te doen. En toen heb ik op een gegeven moment zelf gezegd van... joh, weet je, dan gaan we maar 3 dagen werken. Of stel ik dat voor? Niet dat ik het wil. Ik wil eigenlijk helemaal niet 3 dagen werken. Want ik ben nu eigenlijk hier nu 3 dagen per week aan het werken. Dan ben ik weer thuis en denk ik, ja, die week is zo kort. Ik heb eigenlijk ook wel het gevoel dat ik heel veel mis of zo. Maar tegelijkertijd kan ik gewoon niet niks doen. Ik heb zoiets van, dan doe ik liever nuttige dingen hier in huis of weet ik veel waar wat. Maar niet dat ik dan op werk zit en dan niks zit te doen, weet je. En dat klinkt misschien heel leuk of heel, ja, van, oh, dat is chill, lekker geld verdienen terwijl je niks doet. Maar ik kan je vertellen, dat is echt niet leuk. Dat is misschien leuk voor 3 dagen of misschien als je gewoon, ik weet niet, ik ben ook best wel iemand die dus best wel ambitieus is. En gewoon, ja, altijd weer dingen wil leren en zoveel, hoe zeg je dat, verbeteren. Maar ja, als je dus niks te doen hebt op werk, ja, dan zit ik zo van, ja, dan zit ik voor de computer. Maar tegelijkertijd, ja, kan je ook niet echt andere dingen doen. Want ik had ook zoiets van, ja, moet ik dan mijn dag daar een andere invulling geven? Maar dan heb je wel soms dat er dus aan het einde van de dag iemand voorbij komt. Of iemand langs op van, hey, Thijs, kan je even dit doen? En voor die kleine dingetjes ben ik dan op werk. Maar dan ben ik eigenlijk op werk om dus, ja, iets in 5 minuten eventjes op te lossen. Maar goed, hoe bevalt het? Ja, wisselend dus. Maar hier ga ik nog een andere keer over praten. Maar ik ben in ieder geval nu dus 3 dagen vrij. En ik heb dus iets meer tijd om andere dingen te doen. Iets meer tijd voor ASMR. En ik probeer ook wat minder kritisch te zijn op mijn video's. Wat ik al eerder heb geprobeerd. Waardoor ik er dus ook iets meer kan opnemen voor jou. En ik doe nu iets wat heel veel mensen ook doen. Ik weet dat Cindy Whispers dit ook doet. Maar ze dus plant al van tevoren. Dus ze maakt gewoon wat video's. En dan, voor in de toekomst. Dan kan je dat op YouTube al plannen. Dus dan kan je het gewoon al klaarzetten. En dan heb je er niks meer. Geen werk aan. En mijn valkuil was een beetje dat ik dan heel veel video's maakte. En dat ik dan in die flow zat. En dacht van, ja, ik wil het gelijk nu eruit hebben. Ik wil dat iedereen het ziet, weet je ook. Omdat je dan toch de relevantie wil bewaren van een video en voor jezelf. Maar uiteindelijk werkt dat dus gewoon niet. Want dan plaats ik opeens 3 of 4 video's in 2 weken. En dan, of soms zelfs wel meer. En dan opeens weer niks. Dus ik heb nu een regel voor mezelf. En daar ben ik heel strikt in. En daar heb ik me tot nu toe wel een beetje aan gehouden. Misschien een heel klein beetje niet. Maar dat ik in ieder geval voor een bepaalde tijd video's opneem en die dan plan. En dan heb ik in ieder geval 1 video per week. Sowieso. En als ik dan lekker in de flow zit en ik heb het gevoel dat ik genoeg video's heb. Buiten de maand die ik al gevuld heb met video's. Dan plan ik ze ertussendoor in. Dus ik heb nu in ieder geval tot eind mei al video's. In ieder geval 1 video per week. Dus dat is super leuk om te weten. Want ik kan me best voorstellen dat je zegt van ja, moet ik nou weer die video kijken? Heeft hij 1 keer weer een video en daarna hoor ik er weer 100 jaar niks van. Laat maar waaien die ene video. Maar goed, ik kan je dus geruststellen. Voor het geval dat je dat dus leuk vindt.
functie als massage is het eigenlijk. Just.